Een forse afslanking hoeft niet het einde te zijn. 3 jaar geleden zijn bij Fort in Genk 3000 banen geschrapt. Vandaag groeit het bedrijf weer. Zeker 1000 banen zijn er alweer bijgekomen. Dat komt door een betere situatie qua markt. De wagens verkopen weer beter van Fort. Maar ook in zaken nieuwe modellen die opgestart zijn in Genk. Ook Volvo in Gent maakt een nieuw model. En ook daar gaan de zaken goed. Dat is het verschil met Volkswagen in Vorst, waar vooral de Golf wordt gemaakt. Het is reeds een model dat heel wat tijd meegaat, een succesmodel is geweest, maar dat ook in andere plants in Duitsland wordt gemaakt. Dus er is ook een interne competitie binnen Volkswagen van wie dat de hoeveelheden mag maken. In de auto-assemblage hier werken bijna 30.000 mensen. De grootste fabriek is die van Volvo in Gent met zo'n 8.000 werknemers. Bij Ford zijn het er intussen weer 6.000. Dan komt Volkswagen met 5.400 mensen. Bijna evenveel als Opel in Antwerpen. En bij Van Hool in Lier, dat bussen maakt, meer dan 4.000. In de jaren 70 waren het er dubbel zoveel. Maar de auto-industrie is intussen sterk veranderd. Er zijn natuurlijk een aantal activiteiten die van de constructeur overgeplaatst worden naar de toeleveranciers. Dus als men dat allemaal samenneemt, dan kunnen we stellen dat de totale tewerksteling eerder stabiel is gebleven en in Vlaanderen ongeveer 100.000 mensen bedraagt. Maar bij Volkswagen in Vorst zijn ze niet veel met deze optimistische cijfers. Iedereen vecht voor zijn job en hoopt op betere tijden.